Plattelandsgemeente Berkelland heeft weer een compleet college. Arjen van Gijssel, Gerjan Teeselink en Betsy Wormgoor werden 3 weken geleden weggestuurd omdat ze niet meer met een raadslid zouden willen samenwerken. Maar ze zijn dinsdagavond herbenoemd. De lijnpoging lijkt daarmee voorzichtig gelukt. Maar burgemeester Joost van Oostrum is nog niet bepaald in juichstemming. Ik denk dat er nog heel veel werk ligt. Hè. Dat bleek ook wel in de raadsvergadering vandaag. Er zal flink gewerkt moeten worden aan onderling vertrouwen tussen raadsleden, organisatie, college en uiteindelijk ook de inwoners waar het allemaal voor moeten doen. Dus er ligt nog veel werk, maar we gaan het in ieder geval meer doen met een complete club. Onder het politieke conflict ligt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de organisatie. De pijlen richten zich daarin op een oud wethouder die inmiddels D66 raadslid is. 3 huidige wethouders wilden volgens een meerderheid van de raad niet meer met hem samenwerken. En dat was reden voor 5 partijen om het vertrouwen op te zeggen. Daarom zijn we blij dat de wethouders een brief hebben geschreven. Want de benoemde wethouders waren dat toen. Een brief hebben geschreven waarin ze ook zeiden van wij gaan met 27 raadsleden door. En dat is voor ons een belangrijk punt. Hoe nu verder is de vraag, want de coalitie tussen CDA, PvdA, VVD en D66 lijkt geklapt. VVD'er Kropman heeft daar wel een idee bij. In mijn bijdrage heb ik aangegeven dat wij een raadsbreed akkoord willen hebben. Dat betekent een raadsakkoord. En we hebben ook aangegeven dat de vorm ons helemaal niet belangrijk is. Het is wel belangrijk dat we ook resultaat boeken. Dus het moet zo zijn dat wat er ook zo dadelijk uitkomt, met elkaar, zorgen dat Berkelland goed bestuurd wordt. De opnieuw geïnstalleerde wethouders wilden dinsdagavond niet op camera reageren. Wel ligt er een opdracht die unaniem door de Berkellandse Raad is aangenomen. Het komen met bezuinigingen richting 2026. Dat zullen we als college sowieso moeten gaan uitvoeren. En daar zullen we met de Raad discussie gaan voeren. En ik hoop dat we voldoende ruimte hebben in de Raad om straks ook echt met elkaar goed inhoudelijk de discussies weer te gaan voeren. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Goede inhoudelijke discussies die uiteindelijk leiden tot het beste besluit voor Berkelland. Is de rust hiermee wedergekeerd in de Raad van Berkelland? Dat hoop ik. En het is mijn overtuiging dat dit ook wel wat met elkaar doet. En ik ben er ook van overtuigd dat wij goed met elkaar door en door kunnen. Al weet je het in de politiek nooit. Ben je zo hard toe aan vakantie? Nou, de afgelopen 3 weken waren wat zwaarder dan normaal. Maar ja, ik denk dat iedereen wel uitkijkt naar de vakantie en dat doe ik ook.